Voetbalclub Beuningse Boys kent sinds deze week een heuse businessclub. Beuningse ondernemers hebben die opgericht om meer zakelijk contact te hebben, maar ook om de club maatschappelijk te ondersteunen. Beuningse Boys is een voetbalvereniging. Een voetbalvereniging die oefent maatschappelijke taken uit. En dat uitoefenen van zo'n maatschappelijke taak, dat kun je niet alleen. Daar heb je ondernemers voor nodig en daar heb je ook de politiek, schuine streep, de gemeente voor nodig. En ik denk dat de businessclub de manier is om de ondernemers te betrekken bij het uitoefenen van je maatschappelijke taak als vereniging. Nou, we hebben als businessclub 3 pijlers geformuleerd. We hebben ondernemen, ondersteunen en ontmoeten. Waarvan ontmoeten op dit soort avonden zijn bedoeld. We hebben 4 avonden op jaarbasis waar we veel interactie aan elkaar gaan realiseren. Door middel van creatieve bijeenkomsten, leuke sprekers, gewoon kwalitatief goede avonden. We gaan elkaar met elkaar ondernemen, dus we proberen onderling zaken met elkaar te gaan doen. En uiteindelijk is het doel, een maatschappelijk doel, om de Beuningse Boys te ondersteunen met de activiteiten die we doen. We blijven als het goed is wat geld over. De Beuningse Boys doet wat voorstellen en daar gaan wij mee aan de gang. Dus ondersteunen, ontmoeten en ondernemen, dat zijn de kwaliteiten die wij proberen neer te zetten hier. Het grootste belang voor de voetbalvereniging is dat de samenwerking ons meer mogelijkheden biedt. We krijgen nieuwe kansen. De businessclub geeft ons nieuwe mogelijkheden, geeft ons meer samenwerking met de ondernemers. En ik denk dat dat ons draagvlak ook in de maatschappij vergroot. En we kunnen daardoor nieuwe dingen ontwikkelen waardoor wij onze jeugd beter kunnen opleiden. En ook ons complex van betere faciliteiten hopen te kunnen gaan voorzien. Het is voor de hele gemeente en de gemeenschap heel belangrijk dat wij zulke sportclubs hebben. Ze nemen, ik zeg wel eens, een soort functie van het cement in de samenleving in. Allerlei mensen die normaal elkaar misschien in de samenleving niet tegenkomen, zien elkaar op zo'n sportclub. Van jong tot oud, van mensen die al heel lang voetballen tot mensen die een keer komen kijken. En daarmee zijn zij een hele belangrijke plek waar mensen samenkomen. En waar in dit geval ook ondernemers hun bijdrage leveren. En daarmee zijn zij onderdeel van de samenleving, maar ook heel erg belangrijk om die samenleving vorm en inhoud te geven.